Het nieuwe looppad in Domburg is gisteren officieel opgeleverd met als doel de veiligheid en mobiliteit van de plaatselijke gemeenschap, met name de schoolkinderen, te verbeteren. Het pad strekt zich uit van Burberstraat tot Tweede Straat over een afstand van 650 meter en is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen verschillende lokale instanties en het ministerie van Openbare Werken. Districtscommissaris Bolanat Narain van Wanica Noordwest is ingenomen met de aanleg van een looppad in Domburg. Het commissariaat heeft actief bijgedragen aan dit initiatief. Middels inzet van pick-up met chauffeur, we hebben operator ook ingezet, afscheiden van de bermen, dus we hebben ook een kleine bijdrage geleverd. Maar we hebben een goede samenwerking met openbare werken. Waar er een beroep wordt gedaan op ons, zijn we altijd bereid om dat te doen. Verder nog, beide mensen, het is bijzonder belangrijk, looppad is aangelegd, maar dat er een continu onderhoud plaatsvindt. Onderhoud is bijzonder belangrijk, want ik zie ook sommige plaatsen, er worden mooie looppaden aangelegd, maar binnen korte tijd zie je dat het overwoekerd raakt met gras, etc. Met alle gevolgen van dien. Dus ik hoop, mijn mensen, buurtbewoners, structuren, RR en DR-leden, niet wachten alleen op overheid, maar kijk, als er een buurtcomité is, whatever, leveren jullie ook jullie bijdrage. En als er toch overheid benaderd moet worden, laat het niet te lang op zich wachten. Lauwe, waar zoveel. Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken verklaart dat dit looppad niet alleen ten goede komt aan de schoolkinderen, maar ook de aantrekkelijkheid van Domburg voor toeristen verhoogt. De minister zal zich blijven inzetten voor verdere verbeteringen in Wanica. Er is nog meer op planning voor Wanica. Misschien gaat u zeggen, ja, OW heeft alleen looppad gedaan, want daar lijkt het op. Nee, we hebben nog meer in planning. Twee grote zorgpunten van Wanica en Paramaribo zijn nog altijd geweest de wegen. Een van de inleiders heeft het zo net over gehad. De wegen, de ontwatering en ik ga nog iets toevoegen. Bermbeheer, weet, hoog gras op de berm. We hebben afgelopen jaren langzaam elk jaar geïnvesteerd in machines, zwaar materieel. Maar daarmee kunnen we nog steeds niet hier Suriname onder controle krijgen. Dus we gaan door, nog meer machines aanschaffen, dat we op een bepaald moment, en de rest wordt aanbesteed. Maar op dit moment ziet u, laat me beperken dat Wanica, dat meneer Lucky, tenminste met de graders rond kan komen. Het nieuwe looppad in Domburg is volgens de bewindsman niet alleen ter verbetering van de infrastructuur, maar ook een bewijs van de kracht van samenwerking binnen de gemeenschap. Het project markeert een stap voorwaarts in het streven naar veiligheid en gemak voor alle inwoners.